CQC is nu 10 weken bezig en nog steeds hebben we geen televisiering gewonnen. Terwijl dat toch is waar je het voor doet als televisiemaker. Hoe win je zo'n ring? Nou, de groepjes hebben zich hier ondertussen verzameld. Ik zie daar de Gorsche vrouwengroepjes. Ik heb ook al meisjes voor Valerio gezien. En daar, als je goed kijkt, zie je de mensen die voor Andries Knevel zijn gekomen. Hoe winnen wij nou volgens jij die televisiering? Je hebt veel mooie vrouwen thuis nodig die allemaal op je stemmen. Zo heb jij het gedaan. Je hebt je Hive-account geopend en iedereen gekrabbeld ofzo? Nee, maar ik had in mijn programma Ruben Nicolai en die heb natuurlijk daar heb je hem! Wat maakt een goed programma een goed programma? Ja, intelligentie? Daar heb je ook talent voor nodig en inderdaad super intelligent moet je zijn. Dat zijn allemaal factoren, ja, die is niet iedereen gegeven. Hoe heb jij het gedaan dan? Gewoon met mijn natuurlijke hulpbronnen. Vertel. Nou, wat ik je zeg, super intelligent. Je had het aan jezelf wel. Ja, natuurlijk. Kijk, dat is het fijne aan Robert ten Brink, dat hij nooit arrogant is geworden en zo lekker gewoon is gebleven. Daar is Linda de Mol, de grote ster van avond. Was jij dat hij met die dildo bij Tarantino zat? Dat was ik. Kijk, dat is een intelligent programma, nee, diepgang. Waarom? Dan kom je er wel hoor. Heb je dat nodig, diepgang? Oh, keep up the good work. Wat verwacht je ervan? We hadden Linda hier net. Die zegt, ga het natuurlijk afleggen. Ja, nee, dat denk ik helemaal niet, want zij zitten er al voor de zoveelste keer. Je had je natuurlijk ook gewoon terug kunnen trekken. Maar ja. Dit is dus polder glamour, dat je op de rode loper in de rij staat om geïnterviewd te worden door CQC. Natuurlijk. Wat heb jij een heerlijke billen. Dankjewel hoor. Mag ik erin knijpen? Natuurlijk. Oh. Ik durf bijna niet te vragen, mag ik hier ook even voelen? Nee, dat is natuurlijk niet wat je doet, hè? Sorry. Hoe win ik de televisiering? Vraag je aan mij? Ik heb nog nooit wat gewonnen, man. Nou ja, we hebben nooit genomineerd geweest. Je blijft doen wat je doet. Ja. 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 Nee, en je moet het niet doen voor de prijzen. Dus je moet het eigenlijk nog niet vragen, wij zijn nooit genomineerd. Wat moet je in je programma hebben om te winnen? Nou, ik heb gezegd, een heel leuk programma. Je moet een ster zetten. Ja. En je moet er gewoon in geloven. En uiteindelijk word je vanzelf een ster. Ja, precies. Dat is het. Je moet erin geloven. Man, vrouw, kinderen, oma en opa moeten er naar kunnen kijken. En als zodra er piemels in beeld komen, blote borsten, dan haakt er een heel groot gedeelte af. Dus geen blote piemels? Geen blote piemels, nee. Dat is, er zijn andere programma's voor. Ik zat er stiekem nog op te hopen dat hij ooit in beeld zou komen. De blote piemel van Hennie Huisman, maar gaat niet gebeuren. Nou, er is een liedje op me gemaakt. Dat heet Ik heb een penis en die lijkt op Hennie Huisman. Klopt het een beetje? Zeg maar, de kop lijkt erop. Ja, ja, sorry. Weet je wat ik net van Valerio hoor? Nou? Dat hij jou nog steeds onder zijn bed heeft liggen. Ach, wat een heerlijke gedachte. Kan hij nog de plaatjes bekijken of dat niet? Dat heb ik hem niet gevraagd. Oh. Je denkt dat het aan elkaar plakt? Nee, ik weet het niet. Volgend jaar, CQC. Vanaf de rode loper. Maar dan aan deze kant. Van de... die kant. Nu is het feest en daar kan CQC natuurlijk niet ontbreken. Yvonne Jaspers! Een boerinnen kunnen dansen! Hoe maak je nou een goed tv-programma? Ik heb wat tips nodig. Ik denk dat je gewoon iets moet doen dat dicht bij jezelf ligt. Dat je gewoon lekker jezelf kan zijn, lekker spontaan, vlot. En dan is het leuk om in jou te kijken. En dat is makkelijk praten als je de mooiste vrouw van Nederland bent. Maar ik ben een dwerg uit Brabant. Nou, dat is normaal. Helemaal niet. Wat is nou het geheim van de wereld draait door? Vertel hem alsjeblieft. Is het dit? Dat zou betekenen dat ik het was. Kun je hem één keer doen? Dit is CQC vanuit een carré op vrijdagavond, televisiegala. Goedenavond. En nu weer drinken. Matthijs van Nieuwkerk zegt, dit is het niet. Maar ik ga er toch op oefenen. Wat is nou de magie van Boer zoekt vrouw? Ja, ik weet het ook niet. Blijkbaar nuchterheid zeggen ze allemaal. Hè? Maar ja, weet jij het, weet ik het. Nuchterheid? Ja. Hoe maak je een goed programma? Stel de kracht van Popstars, waardoor het zoveel kijkers heeft. Ja, wist ik het maar. Dan zouden we zo'n soort programma nog een keer maken. Ja, dat heb je al een paar keer gedaan, toch? Ja, dat is waar. Het lijkt erop dat iedereen een mening heeft over die ring, maar niemand weet hoe je hem nou precies wint. Volgens mij, als ik die ring ooit wil bemachtigen, is er nog maar één optie. Mag ik hem nog heel even zien? Ja, ik mag hem één keer kijken. Mag ik alleen kijken? Wil je hem even vasthouden? Heel even vasthouden. Kim, heel even... Linda de Mol duurt nu een ring. Wil je er op je knieën bij zetten? Nee. Even. 1 seconde los, 1 seconde los. Yes, ik heb die ring heel even om mijn vingers gehad en het voelde goed, Bo. Het voelde goed. Ik heb genoeg tips en adviezen gekregen, ik weet het zeker. Volgend jaar is die ring van ons.